Sa sjuggen 1000 gozen in een vangkooi eruit. Het is haar net net zin. Er is paniek en sjuggen de fjern vliegen door de lucht. De gozen zijn in een rui en kunnen net vliegen. Maar er is een plak dat wel ruimte is en daar willen de mensen van Duke Faunabeheer ze hebben. Dit vergasten gebeurt voor het eerst in Fryslân en is een proef. Nou ja, voor mij is de proef geslaagd natuurlijk. Als je meer dan 1000 ganzen in een ochtendje weghaalt, dan denk ik dat, dat je wel over een geslaagde actie kan praten. Alleen is de vraag of wij tijd hebben om Fryslân nog te gaan vangen. Want ik heb ook andere provincies natuurlijk waar we de voorkeur aan geven. De Gworsenwuit is de stille Jan Durkspolder in oude veen helle, omdat ze hier het hele jaar terug zitten en het geest van de boeren opfretten. Maar het vangen gaat net vanzelf en de natuurbeheerder houdt het goed in de gaten. 1000 gozen binnen er. 500 meer als verwachten. Een succes. Het Fryske Gea stiert er wat dubbel in. Ja, aan de ene kant wisten we van tevoren wat het doel van deze actie was en dat is dan slagen. En als ik zo goed het uitvuur is, dan denk ik van nou, dat is prima gong. Aan de andere kant ben ik zelf prachtige beesten die ja, een geweldig leven te meer te koenen in onze gebieden. En dat is nou die goede Pieter aan de andere kant. Als een prestatie van de mooiwerking van het Fryske Gea en takkentier steeds bosbeheer, worden de gozen die het winterduis te gast binnen in Fryslân maar restlitten. De vangactie Jood gebeurt op loon en op wetter. Daartroch sjoggen de eerste briedende lepelbekken in het Singenier op het Fryske Feeste loon het even net meer zitten. Aan de andere kant van de maar kunnen de gozen net meer voort. En nu gaan we die aanhanger achteruit tegenaan rijden en dan gaan de ganzen in gasaanhanger en daar worden ze CO2 toegevoegd en dan gaan ze dood. En dan gaat de polier, komt dan meteen, die staat er al, gaat alles de koeling in en dan worden ze weer afgevoerd en worden ze allemaal opgegeten voor de menselijke consumptie. En dit is een resultaat dat natuurbeschermers net blied van worden. Maar wij gaan nou in elk geval hier heel duidelijk zien dat wij zo'n uitspraak niet van maken hulden gaan. En ik verwacht dat van alle andere partijen.